Voor ondernemers met meer ambitie... Ja, schat, tof. Chic. ...is er Dexia Bank. En Mariette, en welkom bij alweer een nieuwe aflevering Boordevol Nieuws van Bij Ons. En om te kijken voor wat we allemaal in onze petto hebben, schakelen we meteen over naar de eerste verdieping, naar VJ Tony. Inderdaad, Nico, ook van mijnentwege een goede avond. En dan speciaal in het bijzonder voor alle vrouwtjes die nu kijken, speciaal voor hen. Wat steken vanavond in onze aflevering? Grote opschudding in basisschool, het percentje. Vreemde gebeurtenissen in Whippleham. Wat liep er fout tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? En dan is er nog een reportage over... Oeps. Over Fons van Kallenbergen, die is ontvoerd door aliens jaren geleden. Maar vanavond komen die vieze mannen terug. Dus dat belooft. Inderdaad, terug over naar jou, Nico. Dankjewel, Tony, maar we beginnen met het nieuws. En daarvoor schakelen we over naar Marcel in de keuken. Het nieuws. Beginnen met de hoofdpunten of hoogtepunten van dingen dat gebeurd zijn of vermelden waard. Zou hier ergens een papier moeten liggen? Wat ik hier een beetje met dus, kom zeg maar. Dus, kortom, beste kijker, papier met nieuws is kwijt. Terug over naar ding in de living. Geen probleem, Marcel, dat kan de beste overkomen. Wat Marcel natuurlijk wou vertellen is dat in basisschool het percentje grote opschudding is veroorzaakt. Over naar onze reporter ter plaatse, naar Robby. Inderdaad, Nico, we staan hier aan de schoolpoort waar vanochtend is uitgekomen dat meester Joris een homo is en al 5 jaar samen woont met zijn vaste vriend die naar alle waarschijnlijkheid ook een homo is. Al is dat laatste nog niet bevestigd, enkele reacties. Dat zijn toch geen dunningen van een homo hier laatst te geven, zeker? Het onderwijs dat er een tik in de tijd bonden, meneer. Het volk dat op ons neerkijkt omdat dat homo is. Oh, ja. Nou, weet je wat er in onze kanetje rapport stond? Ja. Goed gedaan, kan het toe zo ver. Er zijn wat lang geen klachten geweest. Onze Thierry kreeg dat wel aardrijkskunde van mij. Heel ze waren met... Wacht. Als hij tijdens kleren van Doofsteen in de Franse rivier zijn omogedachten goed opdrinkt aan ons kinderen, wat dan? Als hij misschien nog van Doofsteen in de Franse rivier. Ja, maar dat doet ons blikken. En dat is van alles in de normaliteit. Maar kan ik erop gezocht wat hij doet met elkaar, maar houdt hem elkaar doen. Ja. Die stemmen op mijn zus. Dat is niet waar, je hebt er ook goeie bij, Janine. Dat is allemaal lekker dat ze dat in een eiland doen. Dat is dat niet homo's spreken. Je mag het beste kijken, de spanning is hier te snijden. Het is nu wachten op de directeur. Die is subiet een verklaring zal afleggen over wat er allemaal aan het gebeuren is. Ik zie wat er te zeggen over het feit dat er zomaar in het wilde weg homo's mogen lesgeven. Terug over naar Nico. Zo is dat, beste Willys en Mariette. We houden u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen. We hopen natuurlijk allemaal dat meester Joris snel van gedacht verandert, want uiteindelijk is het toch een beetje kwestie van wilskracht. Wij gaan meteen over naar de kamer van VJ Tony voor de oproep van de week. Inderdaad, Nico. En de oproep van de week komt deze keer van Tamara Terlink. Een mooi vrouwtje uit de Stationstraat. Tamara, welkom. Je hebt een kleine oproep, want jij bent niet minder dan zwanger. Ja, inderdaad. En ik zou graag weten wie dat de vader is. Wie de papa is van deze kleine deugniet die nu in het buikje logeert. Je hebt geen idee wie de papa zou kunnen zijn, Tamara. Nee, maar het moet gebeurd zijn op de lesavond van kattenkermis. En ik had de vegen open en ik pijs dat achter het schietkraam gebeurd is. Dat kan gebeuren, Tamara. Het moest maar zo... plezant niet zijn. En VJ Tony kan het weten, want VJ Tony heeft al veel de kans gehad bij de vrouwtjes. Hij is groot en sterk en hij rookt naar bier. Dus kijkers die groot en sterk zijn en stonken naar bier tijdens kattenkermis, kunnen ons altijd contacteren dat wij eens en voorgoed verlost zijn van het grote mysterie. Ja. Goed, ik wens je veel succes. Tamara, mara, mara. Excuseer dat ik onderbreek, Tony, maar we moeten onmiddellijk overschakelen naar basisschoolpercentje, waar alweer beroering is ontstaan. Robby! Inderdaad, Nico, terwijl we nog steeds wachten op de directeur die een statement zal doen over de homo-meester Joris, blijkt dat er een nieuw schandaal is losgebroken. Juffrouw Gretje van Tweede is namelijk vegetariër. Enkele reacties?
Dat zijn toch geen doeningen van een vegetariër in last te geven? Allee. In het onderwijs is er een tikkende tijdbom, meneer. Dat is volk. Dat volk neerkijkt omdat dat vegetariër is. Dat is toch verdomme ter kouwen in de klas waar ons kinders bij zijn. Hey, onze kerk heeft er al biologie van, hé. Spijsvertering, wacht. En ik leer mijn kleine van alles op die. Mens, hij laat haar vlees staan. Hij laat haar vlees staan. En als ik een hoest, hij krijgt er een stukje vlees in zijn bijtekientje. Oh, voilà. Al die besten, geslacht, voor niks. Voor niks gestorven. Wat een verspilling. Ik kan nog een keer iets zeggen. Als hij vlees eet, van wat leeft dat dan? Van drugs! Ja, van drugs! Hij is volgende dan meer moeten aanvaarden. Ik zal er een mensen die gedoopt zijn. Directeur! Beste ouders, ik begrijp jullie bezorgdheid omtrent juffrouw Greet en meester Joris, maar dit zijn fijne leerkrachten wiens werk niet leidt onder de keuzes die zij in hun persoonlijk leven hebben genomen en ik kan hen dus niet ontslaan. Uit zo rationeel bekend. Dat is een beetje in zijn context, hè, feitelijk. Ja. Zonder een boel op te blazen. Zonder ooglappen bekeken. Dat is niet al te bekrompen. Uiteindelijk bekijk gelijk dat het zou moeten bekijken. Voilà, u met het beste kijkers. De directeur heeft een duidelijk statement gemaakt. En we gaan straks nog terugkomen voor enkele reacties. Maar nu eerst over naar de studio. Verkeerd informatie. Dan is nu tijd gekomen voor verkeerde informatie van op de weg. Op de baan naar Dink is een Dink gekanteld. En de weg is volledig versperd. Dus ik herhaal, er is een Dink gekanteld. Dan hebben wij nog bericht van op de expressweg houdt de politie een flits. Bericht is gisteren prior verstuurd, dus misschien staan ze nog oplettendheid geblazen. Heb jij zelf een flits-ding gezien? Excuseer, maar ik moet eventjes onderbreken, want we moeten onmiddellijk over naar basisschool Persijntje, waar alweer een gruwelijke ontdekking is gedaan. Nu nog proper, het schijnt dat de directeur van de schooltje hier een neger is. Nee. Een neger, alstublieft. Ik had dat direct gezien, dat dat een neger was. Hoe, wij zagen niks gezien. Ja, maar kan dat toch niet zeggen dat die mens bij stond? Ik dacht dat hij een echt directeur dat opheet. Maar als ze toch geen doeling aan een neger als directeur, dat is er een tikkende tijdbom in dat schooltje. Het is godverdomme van geen wonder dat er hier homofielen en vegetariërs zijn. Volgende op ons neerkijkt omdat dat een neger is. Want dan krap gezocht, want die kameraad nu met elkaar in de neger. Voilà. Mensen, en nu wil ik dat jullie flauwekul mee naar huis nemen, dankjewel. De ham doen we niet, meneer. Sorry, meneer directeur. Drugs. Doe ze verder. Bedankt. Meneer directeur. Welkom terug, beste Willys en Marjetten. En we hebben dan het resultaat met de oproep van Tamara. Want we hebben hier een tiende beller aan de lijn. Hallo daar, beller. Goedenavond, Tony. Goedenavond. Was uw achternaam terug op Kattenkermis? Ja. En zijn jij groot en sterkerk tegen Noord-Bier? Ja, maar mocht jij niet zeggen, ze. Dan zou u misschien wel eens de pap kunnen zijn van de kleine deugnietaar. Wat dat zou kunnen, want ik weet nog, ik heb dan op de gups gezeten en dan daarna op de botsauto's. En het laat misschien ook op Tamara. Oké, beste kijkers, u ziet een resultaat al na één mysterieus telefoontje. Ja, maar moest ik hem nog een keer kunnen rieken, zou ik het eigenlijk zeker weten, hè? Wel, misschien kunnen we eens vragen, Thierry Beller, kan u misschien eens tot aan de studio komen? Ja, dat wil ik ook wel doen, ja. Okidoki, pianissimo, oké. Dan zien we straks live terug in de studio. Of terug naar jou, Nico. U ziet het, beste kijker, Willys en Mariette brengt u het nieuws zo heet van de naald als technisch mogelijk is. En dan is het nu tijd voor een prachtig streepje reportage. Want vorige week zijn er vreemde dingen gebeurd in het anders zo landelijke Wippelgem. Speciaal voor jullie heeft Willys en Mariette deze prachtige beeldbandreportage meegebracht. Opgedragen aan Denise de Landsheer, die deze week 70 wordt, dames en heren. Speciaal voor haar, deze reportage, een welgemeende proficiat, Denise. Wippelgem, een klein dorpje in Oost-Vlaanderen, gelegen tussen Zelzaten en Gent. Dit anders zo rustige plaatje is boos. Heel boos. Wippelgem is inderdaad heel boos, heeft al heel gedacht van meneer. Op wie, ne? Op wie? Op Luc de Bos. Ken hem, de zangel van Holke? Geboren en getogen in Wippelgem en nu zijn dorp zo te schande gemaakt. Wat heeft Luc de Bos dan gedaan? Hij heeft ons uitgedaagd voor het programma van Fata Morgana. En daarom zit ik kwijt. Moet je lust zijn, omdat het geen waal is. Fata Morgana komt niet. Ik heb vorige week met mijn zatte kloot gezegd dat Fata Morgana naar Wippelgem zou komen, hè. Ja, het is het beste dat mij te binnen schoot, heb ik eruit geflapt. Blanchina naar Wippelgem. Ja, begin maar alleen, meneer. Ik wil 5000 verklede Chinezen zien. 5000, had hij gezegd. Bouw een Chinese muur rond Wippelgem dat zichtbaar is vanuit de ruimte. Weet hij wat werk dat is? En dan mochten we een week lang de letter L niet gebruiken. Ja, maar het zijn hier wel mensen bij dan in Brussel werken, hè? Ja, ik weet, ik kan dat niet mogen doen.
Maar iedere keer als ik een keer een pint kwam drinken, kwam die Andrees aan van... Luc, kun je een keer niet vragen naar Fato Morgana? Of dan zie je een keer niet komen filmen? Hey, onder de keren heeft hij mij dat gevraagd. Om duur was ik dat beu. Dat zou je weten wat die Luc de Vos nog allemaal gevraagd heeft. Op een bepaald moment stond ik op een toog en moet ik iets geroepen hebben van 300 Mongolen die 10.000 lumpia's moesten bakken of zoiets. 400 Mongolen, had hij gezegd. Ja, maar nu zijn we er vandaag achtergekomen dat dat ook een Chinese kleihulstam is. En niet van die... Maar die blaf mannetjes zitten daar nu wel af om een bak lumpia's te bakken in het jeugdhuis. We hebben al heel de week geoefend om in slow motion te juichen. Allee, toon het een keer aan meneer. Wat die niet bij laatsen, als ze dat maar weet. Hoe bedoelde? Fata Morgana moet en zal komen. Vandaag. Breng 800 Pekinezen naar Wuppelham, had meneer De Vos gezegd. 800. En wel, meneer, ze zijn er. Dankzij Maliat. Vertel een keer, Maliat, hoeveel hebben we er? Ik heb er meer dan 2000, Adelie. Alstublieft. Balpe. Balpe. Niet voilà, nog zoiets. Die Wally moest hier heel zijn uivel in het Chinees komen zingen, had hij gezegd. Want die man zit al een week onafgebroken na gelepeteerd. Hij heeft van niet geslapen, hè. En dat is niet maar Chili Chali, dat is echt Chinees dat hij zingt, hè. André, mogen de Mongolen aan lumpia's beginnen bakken, of waar? Ja, smet je maar in het vet. En als ze dat niet gedaan heeft, moeten wij een Bengals vuurwerk afsteken dat zichtbaar is tot een ecula maaldam, hè. Ja, maar weet hij hoeveel dat is? We hebben nu al kloefjes mogen uithalen voor zo'n vuurwerk. Godverdomme, dat is... Niet verder bakken, ik ga al niet verder bakken, niet in het vet. Oh my god, onvoorstelbaar. Het stond om de klok terug te draaien. Maar dat gaat niet, hè. Linda gaat niet. Er vertrekt nu een delegatie naar de VLT om Sergio en Gina Lisa te gaan halen. We gaan het zo niet laten, hè. Wij zeggen dat Luc de Vos nog afkomt nu. Hij zal dat moeten. We hebben hem opgesloten in het Palochicentrum. Ze zijn mij vanaf komen al met 6 Chinezen. En ze houden mij vast dat dat Fata Morgana is geweest. Ik heb nog niet anders gehad dan rijst en kroephoek. Ik vind dat ons nu toch wel overdreven. Oké, prachtig toch om te zien hoe Fata Morgana zoveel oprechte emoties vrijmaakt bij de mensen al daar. Goed, naast mij zit intussen Paul Thijs. En Paul Thijs is niet enkel de man die ervoor zorgt dat alles hier technisch perfect verloopt, maar ook de man die zorgt voor de vernieuwende televisieformats, zoals bijvoorbeeld vorig jaar Boer zoekt schaap. Niet waar, Paul? Ja, dat is nou een slecht voorbeeld met al die dingen, met Gaia en zo. Maar ja, ik werk aan de tv-formats. Hè. Inderdaad, Paul. En wat kunnen we verwachten in onze Vlaamse huiskamers binnenkort? Ik ben aan het werk naar wat ideetjes en ik moet zeggen, ik geloof erin. Oké, heel interessant, Paul. Wij zijn heel erg benieuwd, dus neem maar alvast een kijkje. Ja, inderdaad. We zijn hier een nieuwe format aan het uitproberen in NOF. Dat is een dansprogramma met bv's. Dancing on Brennenzippen. Voilà, kijk, dat zijn hier onze deelnemers, hè. Allemaal bv's van bij ons. Die komen dan naar hier en die moeten dan zo wat kuren doen hier. Zo een walsken of een tangootje of zo. En ja, wie dat er meest op zijn smoel stuikt, die legt eruit. En deze week is ons thema accordeonmuziek. Voilà, ik ben weer bezig met het opnemen van een nieuw programma. Paul Thijs is super daddy. Goedendag, madame. Je hoort dat er wat problemen zijn met de kinders? Ja, je ziet het zelf. Het is niet voor niet. Die pakken altijd ook anders speelgoed af. Maken altijd hier ziek. Ik heb het al lang gezien, mevrouw. Dat is een ernstige situatie, maar ik heb daar de perfecte oplossing voor. Kijk, ik heb je voor u meegebracht mijn opvoedingsboek van Wendy Bosmans. Vol met nuttige tips. En daarmee geeft ze een goede plaats voor Pellermellen. Hé! Hey! Heb jij klaar voor je mannen? Het jij bord niet leeg? Hou mijn boek niet gevoelen, hè? De mama ze weer verdriet doen. In mijn tijd kreeg je lachen met telefoonboeken en we hebben eerst telefoon thuis. Hier, ik geef u die cadeau. Probleem opgelost. Voilà, beste Willys en Marietten. Hebt u thuis ook stuite smerige rotkinders? Laat het ons zeker weten. Schrijf alle stuitigheid op een hele briefkaart en wij sturen ze gratis door naar Sinterklaas. Inderdaad, we onderwerpen een aantal deelnemers aan de ultieme relatietest. Dus elk van onze deelnemers is een kleine tot een middelgrote geslachtsziekte. En dan gaan we er wat drank op gieten en mogen die wat meusen. En dan gaan we perfect zien wie dat met wie gedaan heeft. Welkom op Infection Island. Infection. Voilà, hier gebeurt het allemaal, hè. Oh, Reggie. Ah, Reggie, iets aan de hand hier? Ja, Paul, je weet dat ik gisteren op Dreamlid ben geweest met Bianca naar Chlamydia Beach. Ik kwam juist tweede van syfilis resort en moet zeggen,
Ik heb gevoelens gekregen van Bianca. Ah? Ja, zo van die jeukere, brandende gevoelens. Moet zeggen, ik heb een infection al gevoeld, hè. Voilà, beste Willys en Mariette, alweer alle ingrediënten voor een prachtig, spannend programma. Volgende week zijn we er terug met Expeditie over Meridonk. Jawel, jawel, inderdaad. Boeiend, boeiend, boeiend. Alweer een reden om elke zondagavond voor je beeldbuis gekluisterd te hangen. En televisie zou natuurlijk geen televisie zijn zonder af en toe een prachtig streepje reportage. En de volgende reportage gaat over wat is er misgelopen tijdens het tellen van de stembrieven. Een reportage opgedragen aan Patricia Vermeers uit de Van Heklaan, omdat zij ziek te bed ligt. Speciaal voor jou, Patricia, deze prachtige reportage. Ik zou zeggen, Marcel, start de band maar. Oh, zijn band starten, Nee, Marcel, het is wel degelijk de knop rechtsboven. Rechtsboven? Wacht een keer een beetje. De gele. Nee, Marcel, kom aan. Het is wel degelijk de knop rechtsboven, de gele. Daar. Hier. 20 of 25 centimeter. Ik wil er vanaf zijn. Marcel, een klein momentje. Ja, oké, Marcel, het is wel degelijk deze knop. Ah, blij. Geen probleem. Afgelopen zondag was Saskia voor het eerst in haar leven bijzitter tijdens de verkiezingen. Een dag die ze niet snel zal vergeten. Ik was inderdaad bijzitter tijdens de verkiezingen. En ik had dat nog nooit gedaan, dus ik wilde dat ook goed doen. En ik was wel zenuwachtig en zo. Vooral omdat mijn vriend Björn die wilde die zware verantwoordelijkheid dan ook nog filmen en al. Saskia. Saskia. Zwaai een keer. Saskia. Ik kan niet veel heen, ja. Ik was zenuwachtig, ziet dat je iets misdoet. En ze hadden daar een paar van die broodjes voorzien. En kijk ik daar wat heet met pitavlees en rode paprika. En dan is het gebeurd, ja. Die zenuwen, die warmte. Dat broodje is mij misvallen. Saskia, komt er even je paspoort? Ik was enige zo slecht. Ik dacht, ja, ik kan op PC lopen. Maar ik dacht, als ze mij dat sanctioneerden, maar het moest eruit. Ik kon niet weg. En dan heb ik één grote fout gemaakt. Rustig, hier, kamerad. En jij wil toestemming voor je te filmen? Dat mag niet op een officiële gelegenheid. Heb je dat mee? Dat moest eruit, hè. Ik was hier dan niet tegenhouden. Maar moest ik de klokken terugdraaien? Ik zou nooit naar die stembus gelopen zijn. Inderdaad, ik was voorzitter van het stembureau. Ik heb dat allemaal zien gebeuren. Heel die stembus, dat zat vol. Kijk, het probleem is... Je mocht eigenlijk die stembus pas openmaken op het moment dat iedereen gestemd heeft. Dat was daar niet te doen en dat was daar zo warm in dat zaalje en we moesten daar nog 3 uur zitten. Na een tijd zijn wij er allemaal uitgeklitten, groene. Sorry, meneer. Sorry, iedereen. Een schande, dat was een tikkende tijdbom in de situatie. En dan zagen ze van ons dat we er overdraagzaam zijn, maar we hadden wat op een ene gezeten, niet daar. Amai, de verzuring van de maatschappij. Maar wij hebben het geroken, ze man. Ja, ik had eigenlijk wel wat te doen met dat meisje. Uiteindelijk heeft hij dat niet expres gedaan, hè. En ik vind het ook wel raar dat een directeur van dat schoolje daarvoor ontslagen is. Dat moet nu wel zeggen dat de toestand voor ons partij geslaagde zaak is geweest. Want zijn natuurlijk mensen dan door die geur en al onmiddellijke protest hebben uitgebracht. Oh, ja. Alsjeblieft, zeg hij. Wat is goeie best gedaan, wij meisje. Maar wat een gedacht ook, wat een gedacht. Paprika laten gaan eten. Je weet van wat dat komt, Pieter, alsjeblieft. Hallo, paprika, je weet wel van wat dat komt, nee. Sorry. Ze doet weer eens. Kom terug, kom terug. Dat is obstructie van de rechtszaak, kom terug, zeggen. Het probleem was dat we nog al die stembrieven moesten tellen. En we konden dat er echt niet langer dan 5 minuten volhouden. Ja, los van die vreselijke namiddag vind ik eigenlijk het ergste dat we hier in Torp, dat mijn partij een verlies geleden heeft. Dat vind ik eigenlijk het ergste. Gaan stemmen voor de socialisten. Wacht een keer. Zou toch een stukje rode paprika kunnen zijn? Thies? Dat zou misschien wel een stukje rode paprika kunnen zijn. Dat is een stukje rode paprika, onhelder. Ja. Oké, Vlaams Belang. Ja, die verkiezingen zijn mij wel zuur opgebroken. En als je naar het uitslagen kijkt, gelijk hij lier en schoten en boem en hoop. Sorry, excuseer. Mooi toch om te zien wat de democratie allemaal bij de mensen kan losmaken. En ook wij gaan over naar onze volgende brokje. En dat is bij Marcel voor zijn spannende wekelijkse prijskamp. Wel, inderdaad, beste kijker. De wedstrijdvraag van vorige week is geraden geweest door een zeker persoon. De bussere Francine uit Dekenijstraat. En de vraag luidde, wat is het grootste getal van de wereld? Francine zat het dichtst bij met 3800. Proficiat, Francine wint een schaap ter waarde van 4000 franken. Voor de nieuwe vraag van de week is te winnen een taart ter waarde van 200 franken. Geschonken door bakker Meid of Neid.
En de vraag luidt als volgt. Welk getal tussen 1 en 10 schrijf ik nu op briefje? Wel, beste kijkcijfer, als jij wil kans maken deze taart te kunnen smullen, hoef je enkel maar een hele briefkaart op te sturen. Dan schakel ik nu over naar mijn vriend collega Nico. Oké, Marcel, dat is meer dan genoeg, dankjewel. Intussen gaan we nog eventjes gaan kijken hoe het nog zit in het rustieke Wippelgem. Met alle Chinezen, maar niet met een deze. Intussen is een delegatie uit Wippelgem aangekomen op de VRT te Brussel. We komen voor Fata Morgana, alstublieft. Voor? Fata Morgana. Is dat een persoon? Nee. Programma Fata Morgana. Fata Morgana, Sergio, journalista. Wat is jullie naam? Wippelgem. Jullie hebben geen afspraak met... Dat dat kan ik niet doen, sorry. Doe het maar open, meneer. Nee, dat kan niet. Hoe noemde u mijn baas, meneer? Mijn baas? Ja. Piet van Roo. Piet van Roo. Oké. We gaan die mensen contacteren. U zal hier nog van horen, meneer. Al de Chinezen kunnen mee, iedereen. Ja, oké. Oh, de wezen, hè. Niet zeggen, hè. Als hij de Chinese kleigers zijn die loempia's aan het opeten. Je had voldoende gezegd als ze stoppen met Fata Morgana. Kan niet aan het moment gaan zijn, hè. Maar die hebben allemaal weer aan het kan mij niet schelen. Alarm, zoek de volgende van snap. Laat de pikken hier eruit. We zijn op zoek naar journalisten van afkijken namens de schip van cultuur van Wippelgem. We willen vragen, waar is de journalist aan? Ben. Journalist aan nergens gezien? Zien voor Fata Morgana? Nee? Soms zijn journalist aan gezien. Journalist aan niet gezien nergens? Nina? Fida, goeiedag. Habi. Wim Daams, schepen van cultuur van Wippelgem. Ja, we zouden willen vragen dat dus even meekomt om te filmen in Wippelgem. Ja, maar ik moet vanavond ja, sterftjes doen. Dat gaat allemaal lukken, maar dat moet afgeschoven zijn. Je hebt die afgesteld. We brengen nu terug. We brengen nu terug. Voor een klein dingetje hier klaargezet. Zou je willen vragen, wilt u alstublieft naar Wippelgem komen? Anders kunnen die mensen hier achter mij niet meer instaan voor mijn veiligheid. Maar we moeten een beetje serieus blijven, hè, mannen. Ik kan nu hier niet weg. Praat met onze productie. Fata Morgana is alleen in de zomer, dus ik vrees het ergste voor jullie. Daar, Sergio. Kom. Sergio. Fata Morgana, zeker? Ja. Volg af. Voilà. Nee, kom. Volg af. Kan het programma met zin mee rekenen. Dag, jongens. Alsjeblieft. Dat is van vervolgd, dat is goed, ook al een film, hè, Sergio. Ja. Sergio, en ons sterren dan? Nee. Hey. Sergio. Ik begin mijn geloof in de BV's is te verliezen, hè. Excuseert mij, maar... sorry. Maar dit kan echt niet, hoor. Fata Morgana. Dat heb ik gehoord. Ja. Maar het kan echt niet. Jullie moeten nu het VRT-gebouw verlaten. Sorry, maar dit kan niet. Ja. We hebben Luc de Vos ingelekend. Hij is niet over de Chinese muur gelakt. Maar we wel nog niet al ons Pekinezen terug, dus... Oula. Hallo? Ja? Hier, meneer. Alsjeblieft. Het is voor vanaf nu. Leg het maar uit. Ja, goed, goed. Je hebt je 5 sterren. Ja, nee, 8, die zijn... Acht sterren, wat dan ook. Je hebt de sterren. Ja, goed. Wat zegt? We hebben ze! We hebben ons stellen! We hebben ze stellen dood! Als we dan nu onmiddellijk het gebouw kunnen verlaten? Goed. Oké. Als je dan nu wilt... Godverdomme. Dat is de schoonste dag van mijn leven. De schoonste dag van mijn leven. Wilt aan mijn Fata Morgana, broertje. André, moesten ze dat dan niet komen filmen zijn? Ja, dat is meer voor de sociale cohesie en al, hè. Ja. Maar voor die sterren, nee, 8 sterren, dat is nu niets, hè? Ja. Toch?
Oké, beste Willys en Mariette, en we hebben iemand in de studio en dat is niet minder dan een dief. Jawel, beste Willys en Mariette, een pikdief. En vertel eens, kleine Jurgen, wat heb je vandaag allemaal uitgespookt? Oké, dat zal DJ Nico het vertellen. De kleine Jurgen heeft vandaag in het kleine lijstje op de Ramonshoek een mars gestolen met zijn vuile dievenpoten. En natuurlijk gaat ons medeleven uit naar de getroffen ouders. En dat zijn René en Fabian uit de Acacialaan. Oké, kleine Jurgen, als straf 13 weken in de hoek. En ik zou zeggen, haast je maar, anders krijg je een lap van mijn boek vol nuttige tips. Pol het af! Dat lijkt misschien heel hard, beste Brise Mariette, maar als we nu niet ingrijpen, wordt hij later misschien een homo of in het slechte geval een vegetariër. Of de neger! Inderdaad, een waarheid als een koe. Dan gaan we nu over naar de volgende reportage en die gaat over Fons van Kallenbergen, die exact 13 jaar, 7 maanden en 4 dagen geleden is ontvoerd door aliens. Jawel, dames en heren, door creaturen uit de ruimte. Het is inderdaad 13 jaar en 7 maanden geleden dat Fons ontvoerd werd door aliens om proeven te doen op hem. Zijn vrouw Palmira weet er nog alles van. Ja, zeg, ik weet dat nog vrij goed. De Fons was met zijn maat César een pintje gaan drinken en hij was heel de nacht weggebleven. En ik wist niet eens dat hij nog aan het aanpappen was met die dellen van Café Spoor. Maar niet zijn, hè. Tegen de 10 kwam hij de deur en hij vertelde mij dat hij dus ontvoerd was door aliens die een hele nacht proeven hadden gedaan op hem. Zeg. Op hem, hè. Proeven, hè. Hey, Fons. Voor mij is dat in het verleden, jong. Dat is vergeten en vergeven. Ja, ik was nog kwijt in het begin. Is zijn nekken zo allemaal van die rode vlekken. Ik dacht eerst nog tjuze plakken. Maar dat is van die nappen, hè. Van die tjoep. Ja, van die tjoepen voor proeven, hè. Hé? Hey? Ja, en zijn rug vol met krabben. Hé? Hey? Dat was het, hey, Fons. Maar dan heeft hij mij overtuigd door te zeggen dat de aliens 13 jaar, 7 maanden en 4 dagen later zouden terugkomen. Hé? Hey? Om hem nog een keer te bezoeken. Hé, hey, Fons. Hé? Oh, ja. Hey? En dat is vandaag. Vandaag komen de aliens terug. Zij tot een toon. Ja. Voilà, zeg, kijk eens wat strikbiertjes in huis gehaald en zo wat douches met zalm. Iedereen mag dat geërde zalm. Nee, niet, dat doe ik maar een keer herrie zeker. En om 8:30 komen ze aan, dus dat je het goede beeld hebt. Met onder een vliegdeschotel komen ze hier, van ze om 8:30. Ja, zoiets. César, ze komen, ze, de aliens. Ja, zo, ze komen hier, moet je rusten. Vanavond komen ze. Hij was erbij, César, toen dat hij ontvoerd was. Kan dat wel zien. Worden met een man of 7 of 8 die Charles horen. Vliegjaar als baas, hè. Dat is voor me 7 man. Terus, volks, hè. Pak ik geen toosjes genoeg dan. Zo'n die krap slaan meen. César, dus jij bent nooit van Fons. Ja. En jij wordt erbij die nacht dat hij ontvoerd is door die aliens. Ja, ik was er zeker bij. Dat was een vriendnachtje, hè, kameraad. Dat is goed, fijn. Hey. Dat is goed. En Fons was hij verdwenen. Zo was hij, dat kan hij verdwenen hebben. In een moment zat je nog een Café Spoor met Marleen en een ander moment was je er al bezig in de struiken met proeven om te doen met nappen op zijn kielen. Wat stram, hoor. Dat vlieg je het moment dat je wist, hè. En nu komt die aliens dus terug. Ja, maar, dat is de open vraag, want anders zat je nog aan de post pakken, zijn onze kameraad. Dan moet je nog een sterren zien zitten. Ja, dat kunnen pezen dat hij dat ging aan tonen. Ja, maar ja. Waar zou ik ze hier komen zijn? Kijk, hier komen ze. Dat is goed, fijn. Zeg maar al. Ze zijn ook komen. Zeg maar al, hè. Ze zijn ook komen. De Fons die weet daar niet veel meer van, hè. Want die hebben zijn geuren geweest, de aliens. En ze moeten naar vriends met hen ook, want hij is toch nog cool. Zijn ze zeker dat ze van komen, die aliens? Ja, zeker. Ze wat er naar van over het gaan zijn. Die man aan de andere tijdrekening en al, hè. Ze komen toch, hè, Fons? Ja. Of als ze er met vliegen aan het rennen, waar anders, dat kan, hè. Dat is een dwaze kleur, ja. Hé, afblijven, hè, want dat is wel voor de aliens, hè, César? Ja, dat is voor Axe Hulens, maar dat is een goede schooneert, jongen. Nee, ze strikt bierken en ze biedt een beetje genever dan. Dat was het. Aliens. Maar dan ga ik gewoon kijken, is dat goed, nee? Hoi, aliens. Blijven die kijken naar de aliens? Nee, ik zat maar wel jullie zeker wat geweest dat. Fantastisch, de spanning die is te snijden. Straks krijgt u natuurlijk het vervolg van deze reportage, maar intussen gaan we eventjes langs bij VJ Tony, want daar is ook vreemd volkomen binnenwaaien. Over naar jou, Tony. Inderdaad, beste Willys en Mariette, bij ons in de studio zit ondertussen Thierry. Thierry uit de Melkrijstraat. Welkom, Thierry. Merci, dank u. Beschrijf jezelf eens in 5 woorden, Thierry. Thierry, Melkrijstraat, okay. Uit, woonachtig en penitentiair verlof. Dat zijn er toch 2? Dat zijn er 2, Thierry. Dat ga ik zeggen, sympathiek. Oké, fantastisch. En ondertussen heeft Tamara ook al een keer kunnen ruiken aan de naast hem. Wat denkt u, zou het de papa kunnen zijn? Op de geur afgaande wel, ja. Dan mocht u een keer uw blinddoek afdoen en mocht een keer kijken naar Thierry, ja.
Oh mijn god, wat goed er daaruit komt. Oké, okay, inderdaad. En zou Thierry een goede papa kunnen zijn voor de kleine baby Boeloe Boeloe? Nou, dat kan toch niet moeilijker zijn dan de pitbull, hè? Er gaat een pitbull af, hè? Ja. Ah, dat is goed, dan heb ik geen babysitnummer nodig. Oké, en op ons kosten mogen de tortelduifjes naar Cairo. Inderdaad, naar Snackbar Cairo in de Groenstraat nummer 4. Voor een gratis broodje met rode paprika. En ondertussen keren wij terug naar de reportage van Fons en Palmyra en de buitenaardse creaturen. Ja, want ook daar zijn ze in blijde verwachting. De zwanger. Het is al voor 9. Palmyra en Fons wachten vol ongeduld op de komst van de aliens. Ja, Fons, waar zijn de aliens? Hé, waar zijn ze nou, aliens? Hé, ze zijn er niet, hè, Fons. Denk jij nu echt dat ik dat verholken geloof heb van die aliens 30 jaar lang? Terwijl ik goed wist dat godsmos wordt met die van Koffiespoor. Dus dat is genoeg met het wijze muil in de camera. Leugenaar, Fons van Kallenberg. Ding, 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 bong. Groet, aardlingen. Vrees niet, ik kom in vrede. Ik vraag u, is er geen beleid? Fons gaat toch gelijk. En ik heb je niet geloofd. Oh, sorry, Fons. Hij is zo'n toestand in een keer, hè? Als ik een springbrikken of niet, maak ik maar van vader. Zeker, meneer Nelien. Mag dat een orvalkje zijn? Dat was hij. Nelien liever op dat. We wonen nog altijd niet. Volgens mij is dat nog een tijd dat ik nog ontvoer jongens. Dan met experimenteren in de struiken en roepen en tieren. Met die tjoepen. Ja. Zeg, hij spreekt onze taal goed, meneer Nelien. Dat was een hele moe van allemaal te wat wezen. En van waar komt u, meneer Nelien? Ik kom van de planeet Jamaica. Is dat geen land? Ja, dat is een land, maar genoemd naar de planeten verder. Oh. Allee. Dat moet nog lang mogen mogen en nog goed kunnen kunnen, lekker als op ons planeet te zeggen, hè? Santi. Allee, toch om de dingen, om de bloemkoolkens en om de worteltjes. Nee, op de gas, ze zijn jong, nee. Maar ik ben een hele geen konijn, hè? Maar. Ze hadden gewoon wat dingen van de aspen erin en er kots naar terug, wat pillen af. Hoe weet jij dat? Ik heb hem er jarenlang geobserveerd. Kunt u direct om, meneer Nelien? Ja, dat is goed. Allee. Merci, meneer Nelien. Bedankt, meneer Nelien. Jarig gedaan. Een nuzeleer. Als je geen krapslauw weet, want ze hadden toch van gesproken? Maar ze moet niet nog met de vliegende schoof naar huis. Je moet een ander laten vliegen. Voilà, ze. Even het doel afgiet, want de ene en dan zit maar ermee, ze. Mocht je even een tentakel nog zetten? Hola, pardon. Zo, als er nog een overvolk want op draaibieren kunnen de mensen niet staan, hè. Maar zeker dat moet ik. Zeg, had ik in de Fons nog ontvoeren vandaag. Ja, dat zou je wel willen, hè, want 30 jaar geleden weet nog Fons. Er is reusgeëxperimenteerd geweest, hè, voor de ene kan ze zeg, en klikkerok. Zou je dan de ruk wel lekker willen ontvoeren, ze Palmyra ook, hè? Nee. Zou wel zijn. Zo, Tetten, wat is dat? Want keur je er al veel over op ons planeet, maar kan je dat van leven nog niet gezien? Heb je dat nog nooit gezien, hè? Nee, dan moet het formidabel zijn. Ja, dat is zeker dat het triest, joh. Het zal gewoon, het rit zal gewoon, hè? Ja, loopt gemakkelijk, kameraad, want Fons van Kallenberg, ik weet er veel van wat in tijd. Ik kan veel vertellen als je wil, hè? Meneer Nelien, hoe geweldig moet oppassen. Niet fijn of je van een Noordeling een keer een das in krijgt. Dat is waar, jongen, dat is waar. Hé, Fons, maar als hij mij een keer wilt ontvoeren naar zijn planeet, hè? Waarom niet? Hij mag hem ook niet keer onderzoeken, ze. Hé, is de mens nog niet geïnteresseerd in mijn tappen? Ja, hé, krijg je dan ook eens van die nappen in mijn nek? Mooi, dat wel, kindje. Oeh, dat is onze César hier niet. Denise, je moet komen, er hebben hier een Nelien op bezoek. Die mensen hebben nog nooit geen tata gezien. Mama is gezicht groen. Dat is van de volken, spijt ik. Zeg maar, waar zou mijn César dan zijn? Nee, hoe zou die zitten? Bij dat jij een café spoor zet bij Madeleine, pijs ik. Je moet toch ook beter zielig gaan kijken. Nee, je wacht hier nog een beetje, want ik pijs dat meneer Nelien juist ver naar huis ging gaan. Hem gaan ontsminken en ja, al. Ja, ik ga naar gaan kijken dan, hè. Allee. Wat nog een keer, hè. De groet, nee. Merci voor het komen, hè, meneer Nelien. Ja. Dat is niet jou. Ga er gewoon. Allee, dat was juist mijn sluiswierders. Oh, toch zijn papieke mensen, die aliens. Meneer Nelien, Jamaica is aan de andere kant. Oh.
Amai, was dat een spannende en beklijvende reportage, beste Willys en Mariette. In de hoek blijven gij. En daarmee is natuurlijk finale bewijs aangeleverd dat er wel degelijk aliens bestaan. Helaas, beste Willys en Mariette, wij moeten eruit, want onze tijd is beperkt. We hebben natuurlijk geen vergunning en de flikken kunnen ons traceren. Beste Willys en Mariette, wij gaan een lied uit zonder u te verblijden met een prachtig streepje muziek. Het leven van een DJ is niet altijd roze geur. De ene houdt van rock and roll, de andere van een slag. Je danst nu met je partner en je zegt ik hou van jou. Maar de DJ koos het plaatje uit. Vergeet dat niet zo gauw. Het leven van een DJ is niet altijd zonneschijn. De ene houdt van VTM, de andere van BRTM. En overal waar een DJ speelt, is je steeds hetzelfde lied. De ene keer dat soort muziek, de andere weer al niet. En dan zou ik ook nog eventjes willen van de gelegenheid gebruik willen maken om al die medewerkers te bedanken, al die belangeloze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld VJ Marcel. Ja, eerste prijs is een beetje stout geweest in keuken. Maar Hossa, zijn toch geen doeningen. En natuurlijk onze goede vriend, kameraad en compaan, VJ Tony. Oké, dankjewel, Nico. En ondertussen wil ik ook zelf een oproep doen aan alle vrouwtjes. Kattenkermis volgend jaar. Video Tony achter het schietkraam. Miauw. Oh, daar zit hij te meulen. Ja, bedankt natuurlijk aan onze vuile dief in de studio. En ook aan de man van de format, Paul Thijs. Ja, ik ben hier aan het werken aan de Vlaamse versie van Lost. Kijk, ik ga hier zo drie mannen omhoog hangen aan zo'n constructietje. En de eerste die Lost, die legt eruit, hè. Ziezo, dit was het dan, beste Willys en Mariette. Ik zou zeggen, verzorg jezelf. Dan zie ik u graag volgende week terug. Arrivederci. Ciao. Leven van een DJ. 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 Het was toch wel weer een opzeker, Luc de Vos, godverdomme toch. Ja, maar ja, breng de Tweede Wereldoorlog naar Wippelhem. We zijn wel begonnen met de deportaties. En de treinen met de speciaal mannetjes in het land binnenlopen. Maar 6 miljoen, weet je wat dat is? En wat wij kluis nog geannexeerd en we zijn Erdval en Evram aan het bombarderen. Maar kan ik er niet zeggen, nee, meneer de Vos, zal ik in een moment komen dat we niet meer aan geloven, hè? Als je dat maar weet. Voor ondernemers met meer ambitie is er Dexia Bank. Ja, zo goed, zo goed.